De bouw van het winkelcentrum in de Arnhemse wijk Schuitgraaf loopt ernstige vertraging op. De nieuwe wijk in Arnhem-Zuid heeft nog te weinig bewoners om het runnen van winkels winstgevend te maken. Meneer, wat vindt u ervan dat de bouw van het winkelcentrum nu nog 2 jaar langer gaat duren? Jammer dat het wederom weer een vertraging oploopt. Ik vind gezien de huidige situatie en alle problemen die er zijn, dat het wat dat betreft toch wel een impuls moet krijgen en niet weer een vertraging moet oplopen. En zeker voor de huidige bewoners, maar ook voor de mogelijke toekomstige bewoners. Ja, ik heb daar niet zo'n probleem mee. Ik weet eerlijk gezegd niet wat de reden ervan is dat het langer gaat duren, maar dat zal ongetwijfeld een goede reden zijn. Ja, eigenlijk wel vervelend. Maar ja, met de ingeklapte huizenmarkt kan ik me er wel iets bij voorstellen. Alleen het werd in 2004, toen wij kwamen, werd ons al beloofd dat er in 2007 een winkelcentrum zou komen. En nu wordt het 2016, als alles mee zit. Dus ja, dat valt wel tegen. Nou, we zijn er niet blij mee natuurlijk. Want wij wonen hier nu 4 jaar. We hadden wel verwacht dat het dan al wel meer zou zijn. En ja, het is gewoon jammer. En waar moet u nu naartoe als u echt wat uitgebreider boodschappen wilt doen? Als ik meer boodschappen wil doen, Kronenburg of naar Elst. En het is gewoon jammer dat het niet hier in de buurt is, in de wijk. Dat je ergens hierheen kan lopen om je spulletjes te halen. Ja. Ik ga of naar Eldeveld of naar Kronenburg. Ja, als ik nu uitgebreide boodschappen wil doen. Wij doen onze wekelijkse boodschappen op het winkelcentrum Eldehof. En als we echt iets meer willen wat dat betreft qua kleding of andere boodschappen, dan gaan we bijvoorbeeld naar Kronenburg of anders naar het oude gedeelte van Arnhem, dus in het centrum. En als jullie nou zouden mogen kiezen, welke winkels zouden jullie hier dan het liefst hebben? De Cool Cat en de H&M. Bart Smit. Zeeman. En Action. Ik zou ook de Cool Cat en de H&M. Als u het nu achteraf bekijkt, had u dan een andere beslissing genomen met het kopen van een huis hier? Dan hadden we hier niet geen huis gekocht, nee. Ja, vind ik moeilijk te zeggen. Mogelijk, maar ja, we wonen hier verder goed. Dus wat dat betreft is het niet echt een grote belemmering geweest. Nee, had ik geen andere beslissing overgenomen, nee. Dus u woont hier met veel plezier? Nog steeds met heel veel plezier.